Ja, maar daar ben ik wel aan, Martin. Ik kom eens even kijken voor de kerstmenu's die jullie leveren tegen de kerstdagen aan. Ja, we doen het al 11 jaar. Dus we echt ben begonnen als een van de eerste die dat deed. Het is echt een thuismenu voor de mensen die eigenlijk niet heel veel willen doen thuis, maar wel een leuk menu willen hebben. Dus we zijn uiteindelijk in die 11 jaar continu aan het verbeteren, optimaliseren en te kijken hoe kunnen de mensen nou zo makkelijk mogelijk, zo weinig mogelijk handelingen en ook niet op de garing hoeven letten van een stukje vlees en dergelijke. Hoe kunnen we dan een mooi kerstmenu in elkaar zetten? En voor heel veel mensen dat zie je gewoon dat ze dat gewoon heel erg waarderen. En ja, gewoon familie en dan doet de ene keer bijvoorbeeld voorgerecht, de andere keer doet hij de keer tussenrecht, hoofdgerecht. Alles krijg je gewoon netjes mee. Ik kan dus absoluut niet koken, maar ik mocht wat dingen opwarmen. Voor mensen van jou hebben we het dus ook gemaakt. Hè? Ja, ik mocht wat dingen opwarmen. Optimaliseerd met kleurcodes. Dus je hebt hier bijvoorbeeld, dit wordt de amuse. We zijn dus nu echt aan het uitdokteren voor de mensen. Hoe gaan we het verpakken? Hoe wordt het? Dit is bijvoorbeeld de amuse. Dit wordt een sausijsje van herten en wild zwijn. Er zit daarbij een gel van cranberry zit erbij en wat rode uienkompot. Nou, dan kijken, verpakken we allemaal netjes met de kleurcode, zodat eigenlijk op de uitwerking zie je dus A is het sausijsje, B is de rode ui en C is de gel. Nou, dat doen wij dus allemaal netjes hier in een doosje. Mensen pakken het thuis uit, ze doen heel eventjes misschien even het sausijsbroodje in de oven. En vervolgens geven wij dus in de uitwerking een foto bij hoe wij het op zouden maken. Dus eigenlijk drie handelingen, een sausijsje op bord, een gelletje op bord en een klein beetje van de rode ui op bord. Nou, dat is eigenlijk de amuse is klaar. Ja. Dus dat is eigenlijk zo makkelijk is het. En dan gaan we eigenlijk naar het voorgerecht. Nou, deze jongens zijn hier bezig met het voorgerecht, dat moet ik ook wel even laten zien. En waar ze nu mee bezig zijn is dus het voorgerecht, omdat ik natuurlijk ambassadeur ben van Kingfish, hebben we mooie gemarineerde kingfish. Die wordt eerst gepekeld, een beetje net als gemarineerde zalm eigenlijk, met wat zout, wat specerijen zitten erbij. En daarna wordt die ingelegd in een klein beetje rode biet met wat azijn zit erin, met peper. Daaromheen hebben we leuke kerstboompjes van wat brooddeeg gemaakt. Maar wat is dat in het midden? Dat midden is eigenlijk een soort dumpling. Daar zit huisgerookte paling in van onze visboer uit Ierseke. Met wat peterseliewortel. En dat is een dumpling van koolraap. Dus die krijg je eigenlijk ook zo kant en klaar krijg je die aangeleverd. Je hoeft dus alleen maar op bord te zetten. Nou, de vis op bord. Maar op het moment, kijk, nu wordt het netjes in een bakje. Maar dit is hoe het thuis bij je thuis komt uit te zien. Maar hier komt het, zo zou het er thuis uit moeten komen te zien voor de gasten. En dan krijg je dus ook een foto van. En eigenlijk een beschrijving van, nou, ik zou het zo en zo op bord leggen. En kijk, dat is hier bijvoorbeeld, hebben we dan het hoofdgerecht. Kijk, het hoofdgerecht is dus eigenlijk. We hebben een rouleau gemaakt van eend. Eend met parelroen erin, een vars, met wat truffel. Dus wij hebben die alvast voorgegaard, we hebben die heel even aangekleurd. En dan krijg je die eigenlijk zo in een zakje. Dus die hang je dan eigenlijk in een pannetje met warm water. Dus als je tussenrecht, aan het eten bent, dan kun je dit gewoon op gemakje. Samen met dit is dan een crème van pompoen, een beetje pittige Belgische pompoen. Die doe je dus in een pannetje, die zet je heel laag op het vuur, niet koken, blijft gewoon warm. Maar net zoals vroeger de zakjes met saté stokjes. Ja, gebaseerd op. Ja. Nou, we hebben hier wat gebelde abrikoosje, wat saus. En wij maken dus een tortilla van aardappel, ui en wat spekjes. Dus die geven we helemaal worden zo aangeleverd. Nou, die gaat dus even de oven in. En vervolgens heb je dus een pannetje. Als je het dus mee gaat geven, dan haal je dit zakje eruit. Doe je hem heel even nog even in de bakpan even aankleuren, net als dit. Dan heb je toch een mooi krokant laagje eromheen. En dan ga je dus eigenlijk opmaken. Wat we natuurlijk niet vergeten, kijk, zelfs een professionele kok vergeten was wat. Oh, die die knippen er wel aan. Nee. Dat had ik er juist in. Ja, ik
vind dat mooi als mensen toch gewoon mensen zijn. Ja, precies. Ja. En niemand van het personeel zei ook wat. Dat vind ik ook wel mooi. Van de medewerkers. Laat hem maar stunten. Ja, zo gaat het dus thuis ook, mensen. Dan heb je niet wat bij je te zetten. Kun je lekker in. Ja, precies. Nee, dat is wel heel mooi. Hij was erin. Leuk om nu even te laten zien wat onze voorbereidingen zijn voor het dessert. Als dessert hebben we dan gemaakt eigenlijk een parfait van mandarijntjes. Voor de echte hobbykoks die zeggen dat ze zelf gekookt hebben, die moeten dat een logisch natuurlijk afpeuteren. De leugenaars. Dus zouden mensen dat wel eens doen, dat ze zeggen, kijk eens schat wat ik heb gedaan. Gewoon mensen... Tuurlijk zou ik ook doen. Ik geef ook als tip mee, gewoon je voorhoofd nat maken, je schort vies maken dat de mensen binnenkomen. En om 5 uur beginnen met koken en dan gewoon lekker het menu. Ja, gewoon doe je dat allemaal soepel. Ja. En dan komt er ook weer de hamvraag die dus heel wat stelt. Wat kost nou zo'n menu per persoon? Mag ik dat vragen? Ja, het kost eigenlijk nagenoeg bijna niks. Als je vergelijkt met Albert Heijn. Nee, 45 euro per persoon. Ah, ja. Je hoeft dus geen inkopen te doen. En als jij thuis voor een kerstmenu een flesje olie moet kopen. En, je hebt geen dure inkopen. Je hebt nagenoeg geen afwas. Je kan dus laat beginnen. En hoeveel gangen heb je dan? Je hebt 4 gangen en een amuse. Nou ja, kijk. Dus ja, uiteindelijk heb je gemiddeld voor een tientje per gang. Heb je gewoon een mooie... Ja, ja, gewoon opletten. En niks vergeten. En niks vergeten. Okay.